Welkom bij een Aardrijkskunde podcast. Grenzen, identiteit voor TL, MAVO 3, hoofdstuk 3 in vogelvlucht. Dus echt het allerbelangrijkste aan theorie komt nu voorbij. Dus hoofdstuk 3, grenzen, identiteit, gaat over Rusland, paragraaf 1, 2, 3. Dat zijn, wat je nu ziet, zijn de leervragen, als het ware, of de onderwerpen. Rusland beschrijven als veelvolkerenstaat. Nou, de bevolkingssamenstelling van Rusland verklaren enzovoort. Je kunt ze allemaal lezen tot aan gevolgen van xenofobie en vooroordelen en stereotypering van Rusland. Even pauze zetten deze uitlegvideo. Dan neem je ze over en dan weet je straks, als je op al deze vragen een uitleg kunt geven, dus het kunt beschrijven, kunt uitleggen, dat je de theorie gewoon goed begrijpt. Als er één iets is wat je hier niet uit kunt halen, dan heb je het een en ander niet begrepen en dan kun je het misschien of de tekst van de methode nog een keer lezen of dit filmpje nog een keer, maar dan uiteindelijk kom je er wel. Beginnen we met 3.1, Rusland als veelvolkerenstaat. Nog niet zo heel lang geleden, als we het hebben over Rusland, in ieder geval in de periode dat ik ben geboren, in de jaren 80, was Rusland de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie was één groot gebied met allerlei verschillende volkeren en landen. Maar Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne, dat bestond allemaal niet. Dat was gewoon de Sovjet-Unie. Als je gaat kijken waar het ligt, tussen Azië en Europa in een beetje. Het doet mee bijvoorbeeld met wedstrijden met Europa, maar het grootste gedeelte ligt in Azië. En vaak wordt het Oeralgebergte als scheiding genomen van wat wel en niet in Azië ligt. Dus dat is meer in de buurt van Moskou dan als je in de buurt van de Yakutia gaat kijken. Hoeveel inwoners hebben ze? 142 miljoen inwoners. Dat zijn er heel veel vergeleken met Nederland. Er zijn 17 miljoen inwoners. De meeste mensen wonen in het westen. En in het noorden en het oosten is het wat minder druk qua mensen. Dat heeft ook met het klimaat en uitgestrekte landschappen te maken. 80% is Rus en 20% hoort tot een andere etnische groep. En dan is het echt dat ze zich ook niet Russisch voelen. En dan heb je het over Armeniërs, over Turkse volkeren, mensen uit het Kaukasusgebergte. En die etnische groepen, die etniciteit, dat zijn mensen gewoon, zoals je het hebt over de Koerden, als je het hebt over de Armeniërs, dat zijn mensen met een geschiedenis gebaseerd op bijvoorbeeld Turkije. Of gebaseerd op het Kaukasus. Net als Nederland een geschiedenis heeft, wat betreft Nederland. Maar als wij door de Duitsers waren overgenomen en nog steeds bezet, dan hadden wij nog steeds een Nederlandse geschiedenis. En voelden ons, ondanks dat we Duitsland waren, geen Duitsers. Dus zo moet je het een beetje zien. Eén land, één volk. Dat was de gedachte. We maken van de Sovjet-Unie, van alle Sovjet-staten één unie, dus we hadden 15 republieken. Uiteindelijk was de bedoeling door Russificatie, dus dat betekent alles Russisch maken, door maar lang genoeg één taal, één groep en één cultuur te laten zien, belangrijk te laten vinden, wordt het vanzelf wel een eenheid. Nou, uiteindelijk in 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen, ook met de val van de muur natuurlijk. Het communisme viel en werden het 15 verschillende landen. En toen werd al heel wat dingen bij de opgelost, dus heel veel volken kregen ook hun eigen staat en eigen land. Maar wat ook kwam, is dat heel veel Russen nu buiten Rusland wonen. Want in Estland, in Letland, in Oekraïne, wat is nu geen Rusland is, daar wonen nog steeds Russen. Want die woonden daar, omdat daar nog geen 30 jaar geleden dat gewoon Rusland was. Dus je hebt een beetje een groot probleem in dat land. Dan is de vraag, groeit de bevolking van Rusland? Nou, sinds 1991 is er sprake van krimp. Ze krijgen te weinig kinderen. Jaarlijks worden er 1,7 miljoen baby's geboren en er sterven er 2 miljoen. Tel maar uit, dat worden er steeds minder. En de levensverwachting van vrouwen is 75 jaar en mannen is 63 jaar. In Nederland ligt dat rond de 80. Kleine hint, ze houden nogal van vodka. En vodka, als je dat je hele leven lang drinkt, dat
doet wat met de jaren. Maar dat even terzijde. Na 1991, veel jonge Russen gingen dus naar het buitenland. En er wonen ongeveer zo'n 30 miljoen Russen buiten Rusland. Op dit moment stimuleert de regering van het krijgen van kinderen. Want een jonge bevolking betekent dat er uiteindelijk nog veel meer kinderen uitkomen. En is goed voor de economische ontwikkeling. Dus dat proberen ze dan ook te bewerkstelligen. Dat is iets wat in Nederland heel gek is. Dus dat je zegt van je moet kinderen krijgen. Dat hoort niet bij onze cultuur en politiek. Maar in Rusland gebeurt dat wel. Als je dan gaat kijken naar hoe Rusland bestuurd wordt, politiek gezien, Europa past er wel 3 keer in dat land. En Europa bestaat al, in ieder geval de Europese Unie, uit 25 lidstaten, dus zo'n 30 landen. Laat staan dat je zo'n groot gebied met 1 federatie kunt regeren. Nou, het is een federatie dus, dat wil dus zeggen dat elke republiek, autonome republiek of staat, als het ware net zoals Amerika, heeft zijn eigen gouverneur en die regelt het. Maar uiteindelijk moeten ze luisteren naar de president. Want die staat aan het hoofd van al die federale regering bij elkaar. De federale regering, dus wat in Moskou gebeurt, daar worden alleen dingen geregeld die het hele land uitgaat. En dat is bijvoorbeeld defensie, veiligheid en buitenlands beleid. Maar in de ene deelstaat of de belasting moet betaald worden voor, ik noem maar wat, school of voor het hebben van een auto. Dat is verschillend. Dus ondanks dat je in Rusland woont, kun je dus verschillende wetten en regels hebben. Rusland is onderverdeeld in 83 gebieden. Nou, ik ga echt niet vragen om ze allemaal te leren. En ik zeg ook niet dat je al die 21 deelrepublieken moet leren. Maar wat wel van belang is, is dat er veel autonomie is. En autonomie wil zeggen dat ze zelf mogen bepalen wat er gebeurt. Want wat krijg je nou als je zelf mag bepalen als je, wat er in je land met je volk mag gebeuren? Dan ga je niet in opstand. Wanneer kom je in opstand? Als je gewoon met z'n allen onderdrukt wordt. Maar omdat je de ruimte krijgt om toch je eigen volk te zijn, profiteren van de veiligheid en dingen die in Rusland zijn, en ondertussen je eigen deelrepubliek met je president en je parlement te hebben. Dus dat is gewoon heel fijn om toch binnen Rusland je ding te kunnen doen. Er staan hier een aantal dingen van, wat ook in het boek staan, van waar bestaat dus Rusland aan. 46 oblasten, dus dat betekent een soort van provincies, en die hebben iets minder te zeggen. Er zijn 4 echt autonome gebieden, waar ook onder andere een Joodse provincie, die dus een eigen zeggenschap heeft om te zorgen dat er geen conflicten ontstaat. En je hebt 2 stadsprovincies, dat zijn de grote steden Sint-Petersburg en Moskou. En daaromheen is eigenlijk een soort van stedelijke provincie. En die hebben een soort van alleen recht voor die regio. Dus het is een heel lastig systeem om te doorgronden. Maar weet dat er verschillende vormen van zijn. Nou, in Rusland is er dus geen eenheid als je het hebt over cultuur. Want heel veel verschillende soorten culturen. Het volk, de Russen, hebben wel veel macht. Maar ondertussen heb je heel veel etnische groepen die zich gediscrimineerd voelen. Krijgen ze te weinig macht, die verschillende groepen, dan gaan ze soms over tot oorlog, tot separatisme. Nou, vanuit het Engels separate, ze willen uit elkaar, dus ze willen weg. Nou, Tsjetsjenië is daar een voorbeeld van, dat is ook een bloedige oorlog. En die heeft onafhankelijkheid verklaard. Ze zeggen, we horen gewoon niet meer bij Rusland. Nou, Rusland denkt dan, dat gaan we niet doen, dus die klappen er bovenop. En die zorgen dus dat dat niet gaat gebeuren. Maar je hebt wel degelijk problemen binnen het land. Nou, dan heb je een stukje Rusland in Oekraïne. Misschien dat je het van een aantal jaren geleden nog weet. Dat heet de Krim. En de Krim is uiteindelijk in 1991 is dat bij Oekraïne gekomen. Omdat dat gewoon onderdeel is van Oekraïne. Maar er wonen meer Russen dan Oekraïners. Dus Rusland heeft het weer teruggeëigend met militaire dwang. Alleen dat wordt nog steeds niet erkend door Oekraïne, maar wel door Rusland. Dus het is, van wie is het land nu eigenlijk? En eigenlijk wordt er wereldwijd afgesproken, als er gewoon een bezetter komt, dan moet de NAVO ingrijpen. Dus feitelijk hebben wij, als je het zo bekijkt, ook als NAVO-land oorlog met Rusland, omdat ze gewoon onrechtmatig een land zijn binnengekomen. Zij zeggen natuurlijk, dat is niet onrechtmatig, maar dan nog.
Dus die minderheden hebben een andere cultuur. Die zien dus die grens van Rusland ook niet, want die gaan naar hun eigen grens van hun eigen volk, geloof enzovoorts. Ook zie je grote verschillen in welvaart en welzijn. Want die minderheden die krijgen natuurlijk ook vaak minder snel een baantje. Die worden benadeeld, die hebben een lagere sociale economische positie en de Russen verdienen het meest en hebben de beste banen. Als je gaat kijken naar Sint-Petersburg, daar wonen heel veel Russen en ze hebben ook bijna allemaal een baan. En er wordt wel gezorgd dat er een baan is voor de Russen. Maar ga je naar Dagestan, dan zie je dat 15% van de beroepsbevolking werkloos is. En dat is vrij hoog. Dus ja, een heel groot gedeelte van de minderheidsgroeperingen worden gewoon benadeeld. Nou, iedereen gelijke behandeling. Op papier klopt dat. Maar in de praktijk is dat toch echt niet zo, hoor. Officieel wordt het niet geschonden, maar je kunt wel zorgen dat persvrijheid wordt ingeperkt. Dus als jij een krant bent voor het Kaukasusgebergte en voor je volk, dan komen ze wel langs en dan zeggen ze van, ja, je hebt geen goede verwarming hier, dus we sluiten de boel. Of je de krant wordt niet gedrukt, of je mag niet zeggen wat je wil. Of je wordt gezegd, als jij dit in de krant zet morgen, dan is je gezin dood. Nou, dat soort dingen, je krijgt er geen vat op, maar men weet gewoon dat er is. Dus wat ze eigenlijk heel slim doen in Rusland, in dat soort gebieden, ze verzinnen 180 regels waar je nooit naar gevraagd wordt. Maar als je iets verkeerd doet, dan heb je vast en zeker een keer die regel niet nageleefd en heb je straf. Je moet het een beetje zien zoals in de klas. Dus hoe je tot in 100.000, je mag niet praten. Je mag niet praten als iemand praat. Je hebt je mobiel heb je niet aan in zijn tas. Als je op je computer aan de slag moet, dan doe je ook alleen schoolwerk. Je hebt geen social media aan. Je praat niet met medeleerlingen als dat niet nodig is. Je komt op tijd. Je maakt je huiswerk altijd. Nou, dit zijn dingen. Soms word je erop aangesproken, soms niet. Maar wat doen Russen nou? Wat zou een Russische docent doen? Die zou gewoon helemaal niks zeggen tegen zijn minderheidsgroep. Vervolgens denk jij, ja, er gebeurt niks, ik zit veilig. En op een gegeven moment word je een beetje boos op die docent. Van, waarom hebben we een proefwerk? Nou, dan zegt die proefwerk, nou, als jij moeilijk gaat doen, dan straf ik je voor dat je je mobiel bij je hebt. Dan straf ik je voor dat je praat. Dan straf ik je hiervoor. Dus zo moet je het een beetje, als je het naar een klassensituatie wil betrekken, moet je het zien hoe de Russen dominant proberen te zijn. En je mag alleen maar demonstreren als de Russen het goed vinden. Dus je gaat naar de Russische federale staat toe en je zegt, ik wil graag demonstreren tegen jullie. Vinden jullie dat goed? Nou, dan zeggen ze nee en dan mag het niet. Dus het is allemaal op papier hartstikke mooi geregeld, maar volgens onze maatstaaf is het natuurlijk geen echte democratie. Nou, nog een aantal slides, mensen. Spanning en conflicten nemen dus toe. De niet-blanken, oftewel de Aziatische donkere Russen, krijgen de schuld van heel veel problemen. Als het ergens slecht gaat, gewoon een zondebok. Even terug naar de oorlog, Tweede Wereldoorlog. Het ging slecht met Duitsland. We geven de Joden de schuld. En dan zorgen voor angst. De bedoeling is dat er angst is. Xenofobie. Dus de Russische regering wil ook dat er angst ontstaat voor bepaalde groepen mensen. Want zolang er angst is, kun je die groep ook de schuld geven. Dus als er een donker iemand iets doet, of een blank iemand, dan komt er van die donkere persoon sowieso iets van in de krant. En van die blanke Russische man of vrouw niks. En zo kun je dus een beeld creëren dat een bepaalde groep een stereotype wordt. Dus wij kennen allemaal stereotypen. Belgen zijn dom. Dat is een voorbeeld. Duitsers houden van bier en worst. Een Brit is beleefd. Nou, om dat soort stereotypen. Het klopt wel een beetje, maar niet helemaal. Maar dat kun je dus versterken als je gewoon ook de televisiezenders in je macht hebt. Zo kun je dat dus veranderen. Ze proberen dus een onjuist negatief beeld te creëren. Waardoor die mensen weer boos worden en dan gaan ze juist het gedrag vertonen wat niet moet. Dus als je altijd maar te horen krijgt dat je een slechte groep bent, dan ga je op een gegeven moment ook slecht gedragen.
En dat is precies wat de regering wil, want dan kunnen ze je weer onderdrukken en dan krijg je geen autonomie en geen eigen staat. Het is dus niet echt gek voor jullie om te laten zien hè, dat eigen volk eerst, hè, dat nationalisme, liefde voor eigen volk, je leeft en je sterft voor Rusland. 4 november, de dag van de eenheid van het volk. Ik weet niet of het zo gezellig is als bij Koningsdag, maar het is wel een beetje de bedoeling dat het eenheid is. Maar het probleem van een eenheid wat geen eenheid is, als je laat zien dat je een eenheid bent, maar je bent het niet, dan krijg je dus demonstraties. Dus als je altijd maar doet alsof het gezellig is, maar het is niet gezellig, dan is het juist niet gezellig. Dus je krijgt heel veel problemen. En welke problemen hebben ze eigenlijk al? Want in het verleden hebben ze zo'n groot land gecreëerd dat je altijd wel ergens territoriale conflicten hebt. Dus dat betekent dat een gedeelte van een ander land is, zelfs tot aan Japan toe. Dan heb je groepen die niet bij horen enzovoort. Wat je dan krijgt is dat er weer autonomie wordt beperkt en etnische groepen worden daar boos, want ze kunnen dan niet meer loskomen te staan van Rusland. Macht wordt afgenomen, dus eigenlijk is het een soort van, het is geen dictatoriaal regime, het is gewoon een heel strak federaal regime om te zorgen dat eenheid blijft. En eenheid, ja, dat, als het er niet is, moet je het met bepaalde middelen voor elkaar zien te krijgen. We pakken even Tsjetsjenië als voorbeeld, dus je hebt de Zwarte Zee, je hebt Turkije, Kaspische Zee. Pak nog even de atlas als je niet goed ziet waar dit ligt. Het ligt dus een beetje aan de zuidkant van Rusland, nog aan de rand van Europa. Daar zijn ontzettend veel conflicten in Tsjetsjenië. Maar die willen dus eigenlijk los zijn. En de Russische Federatie probeert dat tegen te houden. Maar juist doordat ze het tegen proberen te houden, krijg je meer conflicten. Allereerst al begon het al in de Tweede Wereldoorlog dat Stalin dacht van ja, we kunnen, nu het oorlog is en er zijn werkkampen, we kunnen ook lastige Tsjetsjenen naar werkkampen sturen. De wereld was toch bezig met de keizer van Japan en met Hitler. En ondertussen had men niet door exact wat Stalin aan het doen was. Dus die heeft gewoon een half miljoen lastige Tsjetsjenen naar een werkkamp gestuurd. En daar zijn gewoon heel veel mensen van gestorven. Toen ze terugkwamen uit die werkkampen, hebben ze geen excuus gekregen van dat het eigenlijk niet kon. Want ze hebben helemaal geen rechtszaak gehad of wat dan ook. Dus dan moet je voorstellen, je wordt ten onrechte opgepakt. De hele wereld weet dat het ten onrechte is. De persoon tegenover je weet ook dat het ten onrechte is, maar hij biedt geen excuses aan. Nou, dan heb je al een zaadje geplant om haat te creëren. Nou, het duurde nogal een aardig lange tijd tot de val van de muur, totdat Rusland uit elkaar viel. En toen dacht Tsjetsjenië, ho eens even, als Georgië loskomt, als Azerbeidzjan, als Letland, Estland, allemaal losse landen worden, waarom Tsjetsjenië dan niet? Dus wij willen ook onafhankelijkheid. En toen dacht Rusland, dat doen we niet. Dus die stuurt troepen en dan was er oorlog. En de Tsjetsjenen die plegen aanslagen. Nou, zij zien, en dat is wel iets om goed te onthouden, zij zien zichzelf als vrijheidsstrijder. Een terrorist noemt Rusland ze, omdat zij vinden dat ze Rusland bombarderen. Maar een vrijheidsstrijder en een terrorist is altijd dezelfde persoon. Het is maar net welke kant je bekijkt. Een Russische vrijheidsstrijder is een terrorist voor een ander land. En zo gaat dat voor meerdere landen. Dus ja, zo kun je dat dus pakken. Nou, 2004, gijzelingen school. Door rebellen, dus dan betekent dus dat de rebellen zijn Russische scholen aan het overnemen om zo druk uit te oefenen op Rusland, wat weer voor haat zorgt enzovoort. Dus het is een situatie wat gewoon eigenlijk niet op te lossen is. Want zelfs al geef je Tsjetsjenië terug aan de Tsjetsjenen, dan wonen daar nog heel veel Russen die dan daar weer een probleem van maken. Dus we zijn aan het einde gekomen van deze Vogelvlucht-podcast. Het is een aantal minuten waarbij ik toch echt de beknopte versie van het hele hoofdstuk heb gepakt. Mocht je denken van, ik ben wel stukken kwijt, deel het de volgende keer op in stukjes, zodat je dat niet in één keer hoeft te doen. Meld je ook aan op mijn YouTube-kanaal, want dan blijf je op de hoogte van alle andere podcasts die ook
hier binnenkomen over dit soort onderwerpen. En daar kun je alleen maar profijt mee hebben richting je tentamen en je examen. En dan wens ik je succes met het leren.